Mijn eerste indruk is toch wel een klein beetje emotie, omdat het toch wel een grote gebeurtenis is. En ook vooral ook wel indrukwekkend, omdat ik eigenlijk geen idee heb gehad hoe groot deze gebeurtenis nou echt was voor regio Horst en eigenlijk ook gewoon voor Venray. De bioscoop in Venray als klaslokaal deze ochtend. Zo'n 600 scholieren van het Rijland College krijgen een heftige film te zien. Over dood, verdriet en trauma. Ja, ik schrok vooral gewoon van dat dit gebeurt, zeg maar, en ook zo erg in de buurt. En ik voelde ook een beetje dat verdriet, zeg maar, van die vrienden en familie en zo. Dat vond ik wel heftig. En wat greep jou dan het meeste aan? Ja, dat als zoiets gebeurt, bij in dit geval Guus, dat het gevolg heeft voor iedereen om hem heen, zeg maar. Het is vandaag precies 2 jaar geleden dat de 21-jarige Guus Jansen werd doodgestoken op een plein in Horst tijdens carnaval. De film Gedraag O, Gedraag Je, vraagt aandacht voor zinloos geweld. Is het ook een probleem wat alleen jongens hebben, geweld op straat? Ik denk wel dat het vaker bij jongens voorkomt dan bij meiden. En dat het vooral op een heel andere manier is, het soort geweld. Na de film was er voor de leerlingen tijd om na te praten met de ouders van Guus en enkele van zijn vrienden. Voor sommige scholieren komt het verhaal erg dichtbij. Het is mij niet per se hetzelfde, maar ik heb ook wel een soort van hetzelfde overkomen. Ook met de afgelopen carnaval ook zeg maar, een soort zinloos geweld, zou ik het beter kunnen zeggen. Ja, persoonlijk heb ik 2 jaar terug of 3 jaar terug ook een vriend verloren. Dus ik moest er wel van denken, maar niet per se op een hele droevige manier. Maar die connectie leg ik wel een beetje daartussen. Dus. Gedraag O is in januari in première gegaan. Inmiddels hebben al meer dan 10.000 mensen de film gezien. Voor een documentaire is dat uitzonderlijk veel. Gedraag O draait in meerdere bioscopen in Limburg.